Het is donderdag 3 december 2015. We zijn weer bijeen in de pleinzaal van Sociëteit Witte voor de 24e bijeenkomst van de Tilburg University Society met het intrigerende thema het beïnvloeden van gedrag en de ontwikkeling van wijsheid. Dat is natuurlijk een zeer intrigerend onderwerp, maar we hebben ook twee eminente sprekers daarvoor. De eerste spreker is professor Margriet Sitskor, hoogleraar cognitieve neuropsychologie aan Tilburg University. En de tweede spreker, de externe spreker, is Pieter van der Hogeband, een naam die eigenlijk nauwelijks introductie behoeft, maar onder andere drievoudig Olympisch kampioen en denk ik een van de grootste topsporters die Nederland ooit heeft voortgebracht. En die zullen van gedachten wisselen over het intrigerende thema van gedrag en wijsheid. Vandaag ga ik het hebben over allerlei krachten die spelen in de hersenen en die bepalen waarom we voelen wat we voelen en doen wat we doen en denken wat we denken. Nou, dat is nogal wat, daar heb ik 20 minuten de tijd voor en ik heb gekozen voor de 10 belangrijkste krachten die inwerken op de hersenen. Als we die krachten begrijpen, dan begrijpen we heel veel van ons eigen gedrag, maar vooral ook heel veel van allerlei dingen die er in de buitenwereld gebeuren en die er te doen. Hele erge dingen en minder erge dingen. Ik ga uitleggen dat we eigenlijk allemaal heel vaak nog sturen op wat lagere, oude, evolutionaire krachten in de hersenen. En dat het beter zou zijn als we andere gebieden van de hersenen ontwikkelen, zodat we ook wijzere beslissingen kunnen maken die eigenlijk iedereen, niet alleen onszelf, maar iedereen ten goede komen. Na de lezing van vanavond moet het toch heel veel duidelijker zijn waarom er zoveel gebeurt in de wereld, waarom er zoveel slechte dingen ook gebeuren in de wereld en hoe we dat eigenlijk, dat tij, een beetje kunnen keren. Nou, ik heb 20 minuten de tijd, heel veel te doen, maar het gaat lukken. De kern van mijn betoog vanavond is door middel van samenwerking succes organiseren. Ik kwam er als zwemmer achter dat het is een individuele sport is. Maar door dat als een teamsport te organiseren, kon ik vele malen beter maatwerk leveren, waardoor ik nog beter op de juiste momenten kon pieken en waardoor ik het maximaal uit mijn talent haalde. En dat is iets wat niet alleen voor sport is, maar dat is in de wetenschap zo en is in het bedrijfsleven zo. Dus ik heb dan de bewijslast dat ik 7 Olympische medailles heb weten te winnen. En daarom vind ik het heel erg mooi om vanavond met mensen in gesprek te raken. Ik vind het fijner om gesprekspartner te zijn. En met name de sleutelwoorden zijn gewoon samenwerking en creativiteit. En hopelijk krijg ik mooie feedback.